deze lezing die is geheel gebaseerd op onderzoek en publicaties van Willem Heijbroek. Doordat hij eind juli een herseninfarct heeft gehad, is het onmogelijk om deze lezing voor hem te verzorgen. En als vriendin en kunsthistoricus heb ik het dus van hem overgenomen. Chris Lanoy, een keramist die zijn gelijke niet kent in de gehele wereld. Deze prachtige omschrijving kreeg hij toen hij in 1910 een tentoonstelling hield van zijn werk in New York. Hij wordt geboren op 16 maart 1881 in Sint-Anneland op het eiland Tholen in Zeeland. Zijn vader heeft daar een smederij. En eind 1889 verhuist het gezin met 6 kinderen naar Den Haag, waar zijn vader dus hoefsmid wordt bij de Haagse trammaatschappij. Trams werden toen nog getrokken door paarden. Met moeite maakt Chris de lagere school af. Hij houdt niet van leren en van school. En dan bekwaamt hij zich in het schilderen van plateel. Daar zien we hem op 15-jarige leeftijd. Hij krijgt in 1896 een tijdelijke aanstelling als leerling plateelschilder in de plateelbakkerij Rozenburg in Den Haag. De ontwerper daar is de kunstenaar Theo Kolenbrander. De leerlingdecorateurs die verdienen 2 tot 6 cent per uur. En zij kleuren afbeeldingen in die door bekende kunstenaars zijn ontworpen of overgenomen zijn uit decoratieboeken. Volgens de werkorders heeft hij in totaal aan 402 modellen met verschillende decoraties gewerkt, waarvan 24 tegels. Maar daar is niets van teruggevonden. Dus het is alleen maar een feit wat genoteerd is. Hier zien we op een tegeltableau Rozenburg. En we zien een foto van Theo Kolenbrander, die daar ontwerper is. Een bordje uit die tijd is een vogel op die tak. Wat toegeschreven wordt aan Chris Lanoy. Omstreeks 1898 komt hij in dienst bij de pas opgerichte plateelbakkerij Zuid-Holland van Estier en Co. in Gouda. Die plateelbakkerij die heeft maar heel kort bestaan. Na een jaar waren ze al failliet. Hij leert daar potten draaien van bloempotdraaiers. Dus dat is heel apart. Hij is dus eerst plateelschilder, maar leert dan op een gegeven moment potten draaien. Hij wordt in Gouda wordt zijn dienstverband 2 keer onderbroken doordat hij in dienst moet. In 1901 en 1903. In 1903 werkt hij gedurende een jaar als plateelschilder. Hij is dus dan al bevorderd van leerling naar plateelschilder bij de Weduwe Brandjes in Purmerend. En we zien hier twee vazen en een amfoor die hij heeft vervaardigd bij de firma Brandjes naar bestaande modellen. Dus het is nog steeds zo dat hij niet zelf ontwerpt en maakt. Maar ondertussen heeft hij een eigen atelier aan de Kleiweg in Gouda. En daar heeft hij een eigen oven. En daar bakt hij en draait hij dus zelf producten. En we zien hier drie vazen. En we komen daar straks op terug, dat is nog wel apart. Met gestileerde motieven aan de bovenkant. En links wantsen. In het midden vlinders en rechts graafwespen. Dan wordt hij ontwerper, dus dan is hij al eens al omhoog, leerling plateelschilder en dan wordt hij ontwerper bij plateelbakkerij Haga in Purmerend. En hij ontwerpt dan decoratieve patronen die een heel eigen stijl hebben. Ze zijn fantasievol en ook dromerig. En het zijn voorstellingen van onder meer vissen, draken, vlinders en insecten. En dan uitgevoerd in subtiele pasteltinten. We zien hier een aantal voorbeelden daarvan. En dan die carrière, die zagen we al dat die al vrij vlot verliep. Maar die verloopt zeer voorspoedig van leerling naar leerling plateelschilder naar plateelschilder en dan vervolgens naar ontwerper. En dan uiteindelijk wordt hij de eerste zelfstandige kunstpottenbakker in Nederland. En het draaien, dat hebben we net al gezien, leerde hij van een bloempotdraaier in Gouda. En dan vervaardigt hij ambachtelijke
non-figuratieve vazen en schalen. En dat is heel uitzonderlijk, want juist in die tijd wordt er seriematig gegoten en figuratief beschilderd aardewerk in gemaakt. Dus dat is contrair in de trend van die tijd, wat hij dus gaat doen. Maar het meest opmerkelijke zijn de glazuren waarmee hij zijn kunstwerken afwerkt. En die worden namelijk door hemzelf samengesteld. Hij werkt in porselein, aardewerk en steengoed. Porselein wordt van de zuiverste klei, kaolin, vervaardigd. Aardewerk van secundaire klei, die is vervuild doordat het klei is die afgezet is, bijvoorbeeld langs rivierbeddingen. En steengoed is ook secundaire, onzuivere klei. En al die processen, die past Chris Lanoy toe. Toen net zagen we die gestileerde vazen, althans met gestileerde voorstellingen, die hij dus in zijn atelier in Gouda maakt. Maar op een gegeven moment komt de vraag bij hem op: waarom beschilderen wij potten en vazen met dieren, bloemen, lijnen, blokjes, krulletjes en streepjes? Hij heeft dat dus zelf ook gedaan, maar hij bevraagt dat. Hij wordt namelijk de eerste pottenbakker in Nederland aan het begin van de 20e eeuw die geschilderde decoraties op keramiek afzwoer en overging op versieringen ontstaan door glazuren. En die glazuren die zijn technisch hoogstaand en uitermate gecompliceerd. En nogmaals, die stelt hij zelf samen. Hij noteert de wijze waarop die glazuren tot stand komen en die worden aan niemand prijsgegeven. Ook niet aan zijn zoon, die later ook een tijd lang keramist is, en ook niet aan zijn leerlingen. Het eerste voorbeeld waarop hij dus die glazuren toepast en dus non-figuratieve schotel vervaardigt is in 1908. En dat is een schaal getiteld Blauwe Koepel. En die wordt aangekocht door de Haagse kunstkenner Henk Bremmer. We zien hier Blauwe Koepel. Dus we zien geen decoraties meer. We zien dat uitsluitend het glazuur het werk heeft gedaan. Rechts zien we hem in een laboratorium. Hij heeft altijd, behalve een oven, ook laboratoria gehad. En hier zien we hem bezig in zijn laboratorium in Gouda. De inspiratiebron van de glazuren is de natuur. En de weg naar de juiste recepturen, zowel voor de klei. Je kunt je voorstellen, die klei die is natuurlijk een natuurproduct. Als de glazuren verloopt met vallen en opstaan. En hij noteert in 1910, thans ben ik bezig iets zeer ingewikkelds uit te werken, waarmee ik telkens verder opschiet. Ik had graag dat het dit jaar nog het daglicht zag en zoek en ploeter dus zo hard mogelijk. Maar ook in dat 1910, waarin hij dus aan het ploeteren is en aan het zoeken is, met het gebruik van de juiste klei en de glazuren, neemt hij ook neemt zijn bekendheid toe. Hij exposeert dan bij de Fredericks Brothers in New York en daar wordt hij dus omschreven als een keramist die zijn gelijken niet kent. Dus in 1910 al. En op de wereldtentoonstelling in Brussel van 1910 krijgt zijn inzending een eervolle vermelding. De glazuren. Wanneer voorwerpen op de pottenbakkersschijf zijn gevormd, gedraaid dus, gaan ze voor een eerste brand in de oven. Dat heet biscuit en daarna worden de glazuren aangebracht. En Lanoy past de volgende glazuurmethode toe, metalliek of luster. Ik zal dadelijk een aantal laten zien. Kristallisé, craquelé, flambé, galvanisé en, dat is het mooie bij hem, combinaties daarvan. Dus het is, soms hebben ze één soort glazuur wat toegepast, maar meestal zijn het combinaties. En die kunnen op twee manieren kunnen die glazuren worden aangebracht. Als staande of als loopglazuren. En loopglazuren zijn tamelijk vloeibaar. En tijdens het branden in de oven gaan die dus lopen en vormen dus zo hun eigen decoraties. Hier zien we proeven. Ik vind dat wel heel mooi. Kobaltkleurig loopglazuur. En dan zie je experimenten met verschillende temperaturen.
Je ziet dus dat het hier is gaan lopen en op een gegeven moment tot stilstaan ben gekomen, ook in die rechterpot. We zien hier de metaliek of lusterglazuur. Dit zijn de vier vaasjes die ingezonden werden voor de wereldtentoonstelling in Brussel in 1910 en waarvoor hij dus die onderscheiding heeft gekregen. We zien hier krakelé, ja, dat is duidelijk, ook een schilderij heeft ook vaak krakelé. Dus flambé spreekt ook voor zich, hoef ik verder geen uitleg over te geven. In 1908 vindt er een cruciale ontmoeting plaats met Henk Bremmer. En Bremmer die koopt veel werk van Lannoy, maar hij adviseert welgestelde dames aan wie hij kunstgeschiedenislessen geeft hetzelfde te doen. En dan zijn grote afnemers zijn onder andere Helene Kruller-Müller en Hermine Elise Hannema de Steurs, die gelijknamige musea naar hun zijn genoemd en waar dus ook nog voorwerpen van Lannoy in de collectie zijn. Maar Bremmer brengt Lannoy ook in contact met de beeldhouwer Jan Altorf en beide werken ze dan een tijdje samen aan gedistilleerde dierfiguren. We zien hier links, ik laat alleen uiteraard omdat het over Chris Lannoy gaat, plastieken zien die hij heeft vervaardigd. Links een aapje en rechts zien we hem modelleren aan een bison. De volle ontplooiing echter van Chris Lannoy vindt plaats in de periode 1920-1948, wanneer hij naar Ede verhuist. En dat is een gigantisch complex. Naast een huis voor hemzelf bouwt hij ook een huis voor zijn schoonmoeder. En dan zijn er nog twee schuren en twee werkplaatsen en een pottenbakkerij. En in een van die schuren is een toonkamer ingericht. We zien die hier. En we zien daar ook zijn vrouw Belly. En de producten die hij vervaardigt, die worden daar ook verkocht. Er zijn meerdere foto's bekend van de toonzalen waar hij dat doet. En verder richt hij in een van de werkplaatsen weer een laboratorium in voor de samenstelling van die glazuren. We zien hier links de oven en daar staat hij dus zelf ook in met allerlei producten. En rechts zien we weer het laboratorium. Hij geeft zijn producten, geeft die poëtische benamingen. En die zijn gebaseerd, die titels, die poëtische benamingen zijn gebaseerd op flora, fauna en weersomstandigheden. U krijgt dadelijk een groot aantal voorbeelden te zien. Maar tegelijkertijd kent die poëtische kant ook een zakelijke. Kostte een schotel van naar een ontwerp van Gerrit Offermans bijvoorbeeld 2 tot 18 gulden. Voor een schotel van Lannoy werd grif 100 tot 350 gulden betaald. Dus dat zegt wel wat. Over hoe hij in zijn tijd ook wordt gezien als keramist. Verder worden zijn producten op grote schaal naar Amerika geëxporteerd. En Lannoy die combineert dus een zakelijkheid. Hè, producten die hij verkoopt in zijn toonzaal en voor veel hoge prijzen met een ongewone creativiteit. We hebben hier een schaal en een vaas die beide de titel dragen Smeltende Sneeuw. Een schotel rendiermos en rechts een vaas rendierhuid. Ja, ik vind het gewoon ongelooflijk. Je ziet het er helemaal in terug. Het is zo ongelooflijk goed gedaan. En dat dan met die recepturen van die glazuur. Dan links bloeiende heide en rechts donkere heide. Een vaas appeltje. Ja, dat is, het kan niet beeldender benoemd worden. En rechts een schotel eierdooier. Lijsterbos en rechts hazenvel. Een schotel perzikhuidje die ook weer in 1925 ook wordt onderscheiden op een expositie in Parijs. En rechts rode kool. Links een schotel oester en rechts een paddenstoelenbord. Een schotel aspect iris. Als je een iris kent, dan zie je dat
ook die verkleuringen van blauw naar geel zie je daarin terug. En de schotel rechts, stervende iris. En dit vind ik ook schitterend, vallende sneeuw. Je ziet het er gewoon helemaal in terug. In 1936 heeft hij een stand op de Erikmessen in Stockholm. En dan heeft hij rechts, is er een mooie foto van hem genomen met een vaas. Die links, die is bewaard gebleven. En waarin hij ook weer bepaalde nieuwe glazuurtechnieken onder de knie heeft gekregen. Maar Chris Lannoy is veel meer dan alleen een keramist. Hij is ook glaskunstenaar. Hij wordt gevraagd om voor de glasfabriek in Leerdam ontwerp te maken en ook seriematig vervaardigd glas om dat te beschilderen. Hij maakt rechts als ontwerper een tekening voor een vaasje droevenis en we zien hier hoe dat vaasje uiteindelijk is uitgewerkt. Hier zien we een tekening van een vaas paddenstoelen die in twee versies met melkglas en doorschijnend glas is uitgewerkt. Maar op een gegeven moment krijgt hij die glastechniek onder de knie en dan gaat hij zelf voorwerpen maken. En dat wordt een serie unica, dus enkele voorwerpen, één voorwerp is daar maar van, voor glasfabriek Leerdam. Je ziet daar links een sneeuwvaas en rechts een vaas met goudluster. Dat is het logo voor die Unica Leerdam. En rechts zien we ook weer Unica waarin insluitsels zitten. Ook door hem weer vervaardigd. Ook producten van zijn hand, ook een schotel. Vanaf zijn 15e tekent en schildert hij gedurende zijn hele leven. En we zien hier een boerderij uit 1909. Maar hij is een absolute trendvolger en geen vernieuwer. Ik zal dadelijk snel wat schilderijen van hem laten zien. Links is hij in het bos aan het schilderen. Hij heeft nogal wat bostafrelen ook geschilderd. We zien hem in het midden in Zwitserland. En rechts zien we een berg die hij daar heeft geschilderd. Nou, absoluut volgt hij de trends dus. Expressionistisch, een beetje impressionistisch, pointillistisch. Paddenstoelen. Hij heeft heel veel schotels ook met paddenstoelen decor gemaakt. Ook in serie om op een gegeven moment tijdens de crisis daarmee te overleven. Die verkocht hij veel goedkoper dan de eigenlijke producten. Dan hier weer een heidelandschap. En een volstrekt geabstraheerd rivierlandschap. Maar je ziet dat hij gewoon een trendvolger is. Dit zouden van meer schilders zou dat kunnen zijn. En tenslotte een kamerscherm Oosterschelde. Na 1945 schildert hij veel winterlandschappen. Nou, tijdens zijn hele leven heeft hij signaturen en monogrammen gebruikt. En dit is een overzicht van hoe zijn werken aan de onderkant zijn gesigneerd. Ik heb dadelijk een recente aankoop. Dit is in december door een verzamelaar aangekocht. Is uit zijn vroege periode. Hier zien we weer die gestileerde vormen. Hè, wat we ook zagen bij die wantsen en die graafwespen en die vlinders. En hier zien we de onderkant gesigneerd. Werk van Chris Lannoy is nog steeds op veilingen verkrijgbaar. En ik wil eindigen met twee mooie foto's. Dat hij zijn werk in de oven schuift. En rechts dat hij dus in zijn toonkamer staat tussen zijn eigen producten die hij dus verkoopt. Dank u wel.